Unbelievable, hè? Hallo iedereen, vandaag gaan we eens sushi maken, want waarschijnlijk kopen jullie of bestellen jullie dat gewoon. Maar kijk, ik wil jullie tonen dat het eigenlijk heel makkelijk is om zelf sushis te gaan maken. Welkom! Voor sushis heb je een paar dingen echt nodig. Dat is zo'n matje om makkelijk te rollen. Nori-velletjes, dat is van algen. En dan sushi-rijst. Geen basmati-rijst, geen ronde rijst, sushi-rijst. Want die moet een beetje kleven. Hè. En dan de vulling. Ik heb hier gewoon de simpele sushi met een beetje zalm en komkommer. Heb je graag pikant, dan doen we een klein beetje wasabi erbij. We gaan beginnen met de gekookte rijst, sushi-rijst, te mengen met rijstazijn. Dat gaat hem doen blinken en dat gaat hem ook een beetje doen afkoelen. En dan mooi gaan mengen. Niet te fel, want we willen die rijstkorreltjes niet breken. Maar gewoon zodat de sushi-azijn er mooi onder is. En sushi-azijn, dat is iets zoeter dan onze gewone witte azijn. Dus dat gaat die rijst ook lekkerder maken in die sushi-rolletjes. Zo, een keer dat dat daar mooi onder gemengd is, mogen we hem laten afkoelen. De komkommer snijden we in balkjes. En ik neem zo'n beetje de grootte van mijn nori-velletjes. En de komkommer moet je niet schillen, maar eraan blijven, dat geeft extra kleur. Dan gaan we hetzelfde doen met de zalm. Dit stukje, dat bruin stukje, dat is eigenlijk perfect eetbaar, maar ik vind dat minder mooi, dus ik ga dat wegsnijden. En weet waarom dat hem hier staat, ze? Rustig, hè? Rustig. Hopla, dat is rap weg. En dan de zalm, maar in mooie reepjes. Dan kunnen we beginnen rollen. Alles staat mooi klaar, de rijst, komkommer, een beetje wasabi, als je zo graag zo dat Japanse mosterd smaakje hebt. En je matje moet zo liggen, hè, dat je kan rollen. Niet zo, hè, want zo kan je niet gaan oprollen. Hè. Norrivelletje met de blinkende kant naar onder. Je hebt zo meer een stuggere kant en dan een mooie gladde kant. Die gaat naar onder. In de lengte naar voor. Een hoopje rijst. En nu ga je eigenlijk met je vingers in water en ga je dat gewoon helemaal gaan openduwen. Niet tot van voor. Je laat een mooie band zonder rijst. En iedere keer dat het kleeft, steek je je handen in het water. That's it eigenlijk. Dat is ook super fijn om met de kids te doen. Hè. Kan ook gewoon met een eitje zijn, zonder de vis. Of vegetarisch met watermeloen heb ik dat al gezien. Zalig. Wat is jullie lievelingsvulling trouwens? Zet het maar eens in de comments. Misschien maken we hem wel. Nu gaan we zalm en komkommer mooi in het midden leggen. Als je graag dat klein toetsje pikant hebt, dan ga je gewoon hier met een beetje wasabi, zo, om zo heel subtiel die smaak ervan te hebben. Je kan nog extra toevoegen in je sojasaus. En nu zalm. We hebben die eigenlijk een beetje op maat gesneden, dus dat lukt perfect. En komkommer. Voilà. Dat is echt iets tof om met kinderen te doen ook. Hè? Dan zijn ze zo een beetje geïnspireerd in andere wereldsmaken. Maar bon, balkjes in tomatensaus rollen, dat is ook wel echt heel tof voor de kinderen. Zo, en dan nu gaan we vullen. En kijk waarom dat we dat matje hebben. Zie je? Je kan met dat matje eigenlijk helemaal over de vulling gaan rollen. Je houdt het een beetje tegen met je vingers. En je rolt verder. Je laat dat even zitten. En dan kunnen we snijden. Hoe makkelijk was dat? Dat is toch de max? En dan vult je maar met tonijn. Met de watermeloen, met wat je graag hebt, met een eitje, met gebakken paddenstoelen. Alles is mogelijk vanaf nu. You are the sushi master with me. En dan snijden. Heel belangrijk als je snijdt. Een superscherp mes en eigenlijk zo een beetje de top van je mes in water. Dan glijdt dat druppeltje daaraf. En dan kan je heel goed gaan snijden. En iedere keer je mes afvegen, want daar is zo'n beetje rijst aan, dan, dat plakt allemaal, dus dan kan je minder mooi gaan snijden. Zie hoe mooi.
Een heel haalbare, toch? En voilà. Dan gaat daar een beetje opgelegde gember bij. Voilà, en dan neem je een plateautje. Wasabi, sojasaus, stokjes daarbij. Perfect om mij te gaan nestelen in mijn zetel en te genieten. Dank u om te kijken. Het volledige receptje staat op sophiedumoe.be. Vergeet niet te abonneren, subscribe, belletje. Dan mis je geen ene video. Het is gratis en voor niks. Salut!